Dit is het L1-nieuws van zondag 18 maart. Goedenavond. Bij een kalkoenhouderij in Kelpen-Ole zijn vanmiddag alle bijna 43.000 kalkoenen ontruimd. Op het bedrijf is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om vermoedelijk de milde variant. Morgen worden alle veehouderijen in de buurt gecontroleerd op besmetting. In een straal van 3 kilometer is een vervoersverbod van kracht. Bij deze kalkoenhouderij in Kelpen-Oler is het vogelgriepvirus aangetroffen. Alle 42.700 kalkoenen worden uit voorzorg geruimd. Ook wordt onderzocht om welke variant van het H5 vogelgriepvirus het gaat. Waarschijnlijk is het een milde variant. De komende dagen worden kritiek. De screening op dat ene bedrijf heeft opgeleverd dat het een bepaald N5-virus is. En wordt nader onderzocht op hoge of laag pathogeniteit. En als dat bekend wordt, dan wordt ook bekend wat de gevolgen zullen zijn. En uiteraard de uitslagen van de screening van de omliggende bedrijven. De grote vraag is op dit moment of de uitbraak beperkt blijft tot dit bedrijf. Het vogelgriepvirus is zeer besmettelijk. In de stal is rond de middag door medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit gas gespoten. Daarmee zijn de vele duizenden kalkoenen afgemaakt. Dat nieuws sloeg in als een bom bij de eigenaar van de houderij. De sfeer is slecht. Men is verdrietig en men is boos in het licht van wat er nu aan de hand is. Want die dieren die zien er gezond uit. Dus ja, dan komen de vragen natuurlijk wel op. Is dan deze maatregel, deze rigoureuze maatregel, voor ons bedrijf op dit moment onontkoombaar? Sinds zaterdagnacht geldt er in een gebied van 3 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen de zone zijn ongeveer 25 andere pluimveebedrijven gevestigd. Daar is de schrik dan ook enorm. Ja, absoluut. Ik heb het wel een paar keer eerder zien langskomen de afgelopen jaren in andere delen van het land. En dan denk je, nou, wordt goed aangepakt, wordt goed gecommuniceerd, zit er goed bovenop. Maar als het dichtbij komt, dan schrik je er zeker van. En met name ook omdat we het hier ook echt aan de lijf ondervonden hebben, ook in 2003. En ook dit gebied een behoorlijk pluimverdicht gebied is. De resultaten van het onderzoek naar het vogelgriepvirus bij andere bedrijven wordt over 10 dagen verwacht. Alle commerciële bedrijven binnen de zone van 3 kilometer moeten het pluimvee in die periode binnenhouden. Hobbydierhouders krijgen het advies uit voorzorg hun dieren ook binnen te houden. Het PVV Tweede Kamerlid Dion Graus uit Heerlen is vannacht zelf gaan kijken in het getroffen gebied. Volgens hem duurde het afzetten veel te lang, waardoor mensen toch dieren hadden kunnen vervoeren. Hij stelt daarover dinsdag mondelinge vragen in de Tweede Kamer. Bij recyclingbedrijf Bowie in Brunsum heeft afgelopen nacht opnieuw een grote brand gewoed. Het vuur bij de afvalverwerker werd rond 1 uur ontdekt door voorbijgangers. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn opgeroepen om de brand te blussen. Met shovels werd het afval uit elkaar getrokken. Het nablussen nam nog een tijd in beslag. Vrijdagmiddag was er ook al een flinke brand in een berg sloopafval. Beide branden zijn mogelijk aangestoken. De traditionele halfvaste optocht in Maaseik stond vandaag in het teken van de 28 omgekomen kinderen en begeleiders uit Lommel. Een groot aantal evenementen in België is afgelast, maar de carnavalsoptocht in Maaseik ging toch door. We hebben heel veel respect en heel veel medeleven met de drama wat er gebeurd is in Zwitserland. Vooral natuurlijk denken we aan de Kenjer. Maar carnaval heeft 2 gezichten. Dat is de lach en dat is de traan. De traan, dat hebben we de laatste dagen toch wel gehad. En we hebben proberen op verschillende manieren iets te doen voor toch ons respect te betuigen naar die mensen toe. Ondanks dat het doorgaat, denken we toch in ons hart aan de mensen in Lommel en in Everlee. En het leven gaat door. Het leven gaat door. Nee, heel veel evenementen in België zijn vandaag afgelast, maar de halfvaste optocht hier gaat door. Wat vindt u daarvan? Ja, van de ene kant vind ik het natuurlijk erg. Ja. Spijtig voor die mensen en voor die ouders en de slachtoffers natuurlijk. Van de andere kant, ja, kan er wel in komen, ja. Is dat alles wat we maar kunnen doen om een witte ballon op te laten? Ik denk, wat ik nu in mijn hart voel, kan ik niemand tonen. In het Duitse Stralen, vlak over de grens bij Velden, zijn vanmorgen 3 Nederlanders zwaar en 2 lichtgewond geraakt toen hun busje van de weg raakte.
De 37-jarige bestuurder had gedronken en verloor de macht over het stuur. De auto kwam op zijn kop in een greppel terecht. 3 inzittenden werden uit het busje geslingerd. 2 andere inzittenden kwamen bekneld te zitten. Een van de gewonden is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Kreefveld gebracht. De dronken bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. De bodem van het gesloopte deel van winkelcentrum Het Loon in Heerlen wordt de komende dagen onderzocht. De Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum heeft daartoe opdracht gegeven. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de bodem heeft kunnen verzakken. Door die verzakking moest in december een deel van het winkelcentrum met spoed worden gesloopt. Het onderzoek begint morgen en duurt een paar dagen. Met de officiële start van het voorjaar deze week kondigt ook de teek zich weer aan. Limburgers worden daarom door de GGD gewaarschuwd voor het kleine beestje. Een tekenbeet kan ernstige gevolgen hebben in de vorm van de ziekte van Lyme. Borrelia burgdorferi, een mooie naam voor een erg vervelende bacterie. Een bacterie die vaak wordt overgedragen door een tekenbeet. Dat heeft Gering Makkinga uit Sittard aan de lijve ondervonden. Ze werd gebeten door een teek en heeft vele jaren met de ziekte van Lyme rondgelopen. Ja, het was best wel heel ingrijpend, want ik verloor veel van mijn conditie en ik kreeg concentratieproblemen. Maar voordat ik echt het idee had van ik heb nu geen gewrichtsklachten meer, geen spier en mijn concentratie komt weer terug, vermoeidheid gaat beter. Dat heeft wel 3 jaar geduurd, denk ik. Dat is behoorlijk lang. Dat is heel erg lang, ja. Het is erg lastig om de ziekte van Lyme vast te stellen. Het ziektebeeld is erg grillig en er zijn veel verschillende verschijningsvormen. Ja. Teken komen het hele jaar door voor, maar in de lente worden ze extra actief. In het voorjaar geeft de GGD dan ook veel voorlichting over de parasiet. Teken houden van warme, vochtige plekken. Moet je denken aan oksels, knieholtes, bilnaad. Controleer of je daar gebeten bent, of daar een teek zit. Kijk ook langs de rand van je onderbroek. En bij kinderen, kijk op het hoofd en achter de oren. We gaan heel vaak kamperen en ik wandel ook veel in de bossen. Ik heb ook heel vaak teken weggehaald in mijn leven. En ook bij de kinderen en ook bij mijn man. Voor Gering Makkinga had de ziekte van Lyme een flinke impact op haar leven. Voor haar ziekte wandelde ze de Vierdaagse en deed ze mee aan hardloopwedstrijden. Dat was in 1 klap voorbij. Dat was daarna helemaal. Daar kwam ik helemaal niet meer aan toe. Ik zou dat nu ook niet meer kunnen, maar toen al helemaal niet. Ik heb het ook niet meer opgestart. Mensen die willen voorkomen dat ze een teek oplopen, wordt aangeraden om het lichaam zoveel mogelijk te bedekken tijdens bezigheden in de natuur. En wordt het goed weer voor de teek? Leon Rademakers. En het laatste astronomische winterweekend zit er ook alweer bijna op. Overmorgen is het lente in Limburg. Niet zoals ons boekje aangeeft op de 21ste, maar dit jaar een dag eerder rond zonsopkomst. En de laatste keer dat de lente zo vroeg in het jaar begon, dateerde weer van 1896. En de laatste winterzondag begon zo grijs, bewolkt, plaatselijk nog een beetje regen. Maar met de regenhoeveelheden is het afgelopen nacht tijdens de passage van het front wel meegevallen. Hier in het Zuid-Limburgse Heuvelland nog 1 tot 1,5 millimeter, stelde dus weinig voor. En eigenlijk is het een groot deel van de dag met de regen wel meegevallen. Soms klaarde het even vriendelijk op en daarbij liep de temperatuur op naar zo'n 10 tot 12 graden. Maar er stond een koude wind uit het westen, dat was een windkracht 3 en op de hogere delen soms een windkracht 4. Dus een dikkere jas was wel op zijn plaats vandaag. Nou, later in de middag toen trokken er wel enkele buien, of ontstonden enkele buien boven Limburg. Hier om 4:15 nog een buienlijntje dat richting het oosten trekt. En op dit moment vallen er dus verspreid over Limburg nog een paar buien. Dat kan het begin van deze avond ook nog het geval zijn. Maar snel wordt het droog en dat allemaal onder invloed van een nieuw hoge drukgebied. Dat trekt onze kant op en komt later in de week ten noorden van Nederland aan. En dat betekent dat de stroming weer gaat kantelen naar oost tot zuidoost met aanvoer van drogere en zachtere lucht. Maar er volgen wel vooraf nog een paar koude nachten. Komende nacht koelt het in sommige gebieden al af tot rond het vriespunt tijdens langere heldere perioden. En dan kunnen ook mistbanken ontstaan en plaatselijk is zelfs mist, dichte mist mogelijk of laaghangende bewolking. En als dat ochtendgrijs dan morgen is opgelost, dan wacht ons een mooie middag denk ik met diepblauwe luchten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft morgen droog en dat bij temperaturen van 10 tot 11 graden. Frisse wind morgen uit het noordwesten en dat is een windkracht 3. En dan in de nacht naar dinsdag. Rond -2, koude start dus van de astronomische lente, overdag +13 en de rest van de week flink wat zon. Temperaturen met een naar oost tot zuidoost draaiende wind verder oplopend, 17 tot 18 graden in de middag en de kans op nachtvorst neemt dan ook weer af.
En straks is er LA Sport met Maurice de Heus. En dan gaat het over VVV, Maurice. Inderdaad, Jan, want VVV verloor gisteren. Ook Rode JC verloor van Excelsior. Dat was eigenlijk nog veel erger dan de nederlaag van VVV. Maar in Venlo doet hij iets meer pijn. Want het was tegen een directe concurrent voor die laatste plaatsen. En de euforie van de laatste weken, die is ineens een stuk minder. Ja, ik vind dat wel leuk om dingen te roepen. En als je vier keer wint, dan is geweldig. En kijk, wat dat betreft, ja, we weten dat we een heel zwaar programma hebben. We weten ook dat we iedere wedstrijd een goal kunnen maken. We weten ook dat we iedere wedstrijd kansen kunnen creëren. Nou, en daarom was ik ook zo teleurgesteld, zeker over de eerste helft, omdat dat vandaag een stuk minder was. Ja, zo dadelijk dus meer over VVV NEC. Oké, dankjewel. Tot zover deze nieuwsuitzending. Ik wens u een hele prettige avond verder. Dag.